Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de Miracle Mask. In deze aflevering gaan we kijken wat er gebeurd is in de casino. Maar deze nerveuze man, die heeft wat te verbergen en hij heeft een puzzel. Oh dear me, how could this happen? What if I'm given the boot? Speaking of which, are my shoes untied? No, I'm wearing loafers. Good. Wait, no, still loafers. Good. Oké. Okay. Maybe we should just move on, professor. Now, Emmy, it can't hurt to ask. Howdy-do, I'm afraid I'm rather in a tight spot at the moment. Now, far be it to push my troubles onto you, but... you know I'm the accountant, don't you? No? Well, I am Murphy, bookkeeper for both Mr. Dalston and the Ladors. Wait, I'm getting ahead of myself. First, a little background on Montidor. The city... Okay. Dat kan me niet weten. Excuse me. I forget you don't have the numbers in your blood. Let me show the example of domestic business then. Okay, let's go. The shopkeepers. A, B, C, D en E... run a baker's and patisserie, okay. Een bakker, een patisserie, boekenwinkel, supermarkt en een café. Welke persoon heeft welke business? Oké. Okay. A zegt, C en ik werken vlakbij de bakker en de patisserie. Oké, okay. Dus A en C zijn sowieso geen bakker en geen patisserie. B zegt, C en ik zijn al een hele tijd niet meer bij het café geweest. Dus B en C hebben allebei geen café. C zegt, D en ik hebben nog nooit brood gebakken. En A en B hebben nog nooit een boekshop geowned. Oké. Okay. Nou, we wisten al dat C geen bakker was, we weten dat A geen bakker is en we weten dat D geen bakker is. D zegt E en D gaan vaak naar het café en boodschappen doen. Dus D en E hebben geen café en C en B hebben geen café. Dus D en E en C en B. Dus A heeft een café, dat weten we alvast. Laten we die even hierboven opzetten. Dus A heeft als het goed is een café. Oké. Okay. C en E werken dicht bij de supermarkt of de groentewinkel. Dus E en C hebben allebei geen groentewinkel. D heeft ook geen groentewinkel. Dus de onderste twee hebben geen groentewinkel. A kan geen groentewinkel hebben, dus B heeft een groentewinkel. Oké. Okay. Dan gaan we naar C. Is geen bakker. En C heeft ook geen café, maar dat wisten we al. Oké, okay, dan gaan we heel even kijken wat D heeft. D heeft geen café en geen grocer, maar dat wisten we al. En ook geen bakker. Dus het gaat ook hetzelfde om. Oké. Okay. Wat weten we over E? E, die heeft geen grocery. Dat wisten we al. Die heeft ook geen café. Dat wisten we ook al. A en B. Ja, dat wisten we ook al. Shit. Wat weten we over bakker? Wie konden er ook alweer geen bakker zijn? A... en C kunnen geen patisserie en geen bakker zijn. Dus C kan geen patisserie en geen bakker zijn. Dus C moet de bookshop hebben. Dan gaan we naar D. D van D wisten we al dat hij geen café of groentewinkel heeft. En geen bakker is. Dus D moet de patissier zijn. En dan moet dit kloppen. I believe I have this one. Hot ze vlots.
Solving puzzles is truly a pleasure. Heel ziek. So now you understand the complex, beautiful web of social economy. As you must know, Mr. Ledore founded this town in the middle of a desert. This spot we stand on used to be an oasis, the origins of the city, right under our feet. It feels quite central to the whole city. Not to rush you, Murphy, but how about getting to the point? When Mr. Dawson was arrested, his situation took a nosedive. More than a nosedive, really. A wall face dive. Okay. Okay, dus het business is aan het sufferen omdat hij vast zit. Okay. In fact, in the last month, Mr. Ledore's overall net profits were up. Let's see. Adjust the task allowance. Carry the 5. Is het het confidential? Oh nee, nee, ik heb het weer gedaan. Die Murphy, dat is een flat roll. Dat hebben we alweer door. Nou, dit is allemaal, vind ik persoonlijk niet allemaal heel erg interessant. Laten we gewoon doorlopen. Scorpion Casino. Oh, dit is nog niet Scorpion Casino. Dit is een of andere heftige plek waar we nog niet eerder zijn geweest om hintmuntjes te vinden. Kijk nog mee. Nou, dat hij er zou zijn, dat wisten we al, want hij was de gokverslaafde. Zo. He wasn't happy having a real go at the manager, he was. Oh jee. Spannend. Finding peaceful solutions to potentially violent situation is the duty of every gentleman. Thank you for your time. Ah, ik wil nog even die andere man, want die heeft sowieso een puzzel. Dat wou ik zeggen. The neon is a bit loud, but it does well with the gold. Humbug. Okay. Everything goes well in gold. I would say artificial light matches your particular charms, Mr. Waltham. An excellent observation, dear girl. And may I also compliment you on your ability to maintain your senses in the face of my glittering wealth. I would prefer if you don't, or didn't. Yeah, it's not that hard. Pshaw, still, can't expect everyone to appreciate the finer things. I doubt you can even grasp these rules. Nou, dan zullen we nog wel eens even zien of we dat kunnen. Oeh, we gaan iets met dartboards doen. Settle the scores. 3 darts players have just finished a game with the results as shown. Okay, hoe het eruit ziet op het plaatje. Can you work out how many points each different color section of the dartboard is worth? Okay, omdat je wel de punten erbij ziet. No two sections have the same value and their values increase the closer they go to the center. Logisch. Each word is a single digit value. Ah, oké. Oké, dan moet hij niet zo heel erg moeilijk zijn. Hij heeft 26, dus 2 hetzelfde. Laten we zeggen, de middelste is 10. En dan zou de buitenste 3 zijn. Dat zou kunnen. En even kijken of dat dan hier ook kan. Als de middelste 10 is en de buitenste 3, dan zou die 13 punten hebben. Dus er zouden nog 12 bij moeten komen. Dit zou 7 kunnen zijn. Dat zou 5 kunnen zijn. Blauw zou 5 kunnen zijn. En de middelste witte zou 7 kunnen zijn. Dan kom je wel op 25. Maar klopt dat hier dan ook nog? Even kijken. Want we hadden gezegd dat dit 5 is. Dus dan zou het 15 en 7, 22. Ja, dan klopt die precies. Nice. Dus 3, 5, 7. Oh, wacht, het was single digit. Kut. Veel. Oké, laten we zeggen dat de middelste 9 is dan. Dan kom je op 18. En om hier op te komen, zou je nog achterbij moeten. Dus zou de buitenste 4 moeten zijn.
Nou, laten we dat heel even voor de zekerheid opschrijven. De buitenste 4 en de middelste 9. Ik had het net ook verkeerd op opgeschreven, bedenk ik me nu. Laten we het even opschrijven om het voor onszelf wat makkelijker te maken. Als dit 4 is en dat 9, heb je 13. Dan zou die middelste 2, om dit te kunnen krijgen, nog 12 moeten zijn. Dus 7 en 5 zou dan eventueel kunnen. Dus laten we heel eventjes 7 en 5 opschrijven. Dan gaan we even kijken hoe dat werkt als we 22 doen. Ik denk hetzelfde, want ik denk dat het klopt. Want ik heb nu in plaats van net 10 en 3 heb ik 9 en 4 gedaan. Dus ik denk dat we op hetzelfde uitkomen. Want hij heeft hier de tweede lijn. Dan zou die 15 hebben. Met die erbij plus 7 is 22. Dus zo zou die moeten kloppen. Please, allow me. Kabooming! Heel ziek. Nice. Can solve a puzzle or two. Was niet zo heel moeilijk. I must say that I'm impressed such a lower class readable could reason out the basic of such a refined sport. Not that it matters, but my family is actually rather wealthy. Mr. Waltham, money isn't everything, and maybe someday you would realize that. Spoken like someone who earns an hourly wage. What a bitch, dit. Okay. This looks like the place. Let's go in and see if we can help. Laten we eerst even kijken of er nog ergens muntjes zijn die ons een hint kunnen geven. Ook wel bekend als hintmuntjes. Dat is een grote toren. Een crab. Oeh, deze crab is een puzzel. Goodness, this sign really grabs your attention, doesn't it? The entire city is glowing with neon. Strange as it may seem, I happen to have a neon-related puzzle under my head. Would you like to try it? Ja, dat wil ik wel eens proberen. Iets met sinaasappels. Neon orange. Okay. The sign for this shop has the logo in the middle surrounded by 8 orange neon lights. Ik zie het, ja. Each light consists of a circle divided into 16 segments. Some which glow blue according to a certain pattern. Can you work out which segments should be lit in the top circle marked with a question mark? Touch a segment to light it blue or turn it off. Okay. Even kijken, hoe wordt het? Oh, maar dit is dit niet gewoon de tijd, zeg maar? Dat gevoel heb ik in ieder geval, hè? Even kijken. Ik denk dat het sowieso recht moet staan. Kijk, die twee. Ja, jullie kunnen mijn muis niet zien. Maar de linksonder en rechtsonder zijn eigenlijk hetzelfde. En links en rechts zijn hetzelfde. Ik vind het lastig, want ik wil niet zomaar iets doen. Ik denk in ieder geval dat ze recht tegenover elkaar zouden moeten staan, maar. Each circle has 2 lit segments. They may not look like at first, but they do follow a pattern. Compare neighboring circles and see if you can work out the pattern. Rechts is soort van 1:30. Of rechtsboven, dan krijg je 7:10. Dan krijg je 5:09. Ik weet het niet.
According to two different rules. Count as many spaces each lit segment moves between the circles. Okay. Okay. Dus als we zeggen deze gaat 1, 2, 3, 4, 5, 6 vooruit. En die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 en 8. Zou dat dan zo ook zo zijn? Nee, want die blijft. Ik snap het niet. If you start with the with one circle and move clockwise around the sign, you'll notice that one of the lit segments is moving two spaces clockwise within the circle each time. What about the other one? Okay. Dus dan gaat er één van de twee gaat elke keer twee spaces naar voren. Dat is die. Twee. Ja. Yeah. Dan weer twee. Dus die zou sowieso moeten zijn. Wat doet de andere? Die. Vier achteruit. Ja, oké, die gaat vier achteruit. Dus die gaat 1, 2, 3, 4 achteruit. Dan is dit het juiste. Let's see if this is right. Ja, oké. Nou, dat had ik zelf niet achtergekomen zonder wat hints. Dus ik ben blij dat ik wat hints heb gebruikt. That was fun! Do you have any more like that one, professor? Luke, seeing someone so keen on the puzzle solving warms my heart. I'll see what I can do. Ah, nog een hintmuntje. Die kunnen we wel gebruiken. Oké, laten we het casino ingaan. So, let me get it straight. You're saying I'm the one who lost fair and square? Oh, I see. I'm the villain now, am I? That's a laugh. The only crook in here is that shady dealer of yours. We all have our off days, sir. I'll have to ask you to leave now. Tomorrow is another day. That's it. Let me see how calm you feel after I break your smeary sunglasses. A moment, gentlemen. Let's all settle down and discuss this rationally. Relax, citizen. It's all under control. Why, hello there. While I simply cannot bear the sight of violence, I understand that there will always be conflict in the world. Which is why I suggest we resolve this, the most beautiful form of a contest known to humankind, a puzzle battle. I'm listening. Go on then. But mark my words, Mr. Fancy Pants. you ain't got no chance of beating me this time. I'm sure you're correct, and while I dislike confrontations, I find the notion of a puzzle battle quite intriguing. Please, go ahead. Good stuff. Come on, Narc. We ain't got all day. Okay. Now, patience is virtue. Gentlemen, this is a casino. And in a casino, you battle with chips. Now, at glance, these chips may look randomly placed, but but behold, each column deciduously adds up to 15. Dat klopt. But what a dreadful state of affairs. The rows are bereft of the same exquisite symmetry. Okay. We must help these poor disordered rows, mustn't we? So I ask you this. Rearrange the chips so that the columns and rows all add to the same number. Beautifully balanced. Okay. Got that? Have you? Move the chips around to each row and each column add up the number child's play, isn't it?
Yes, I think I understand. Whoever can do the fewest moves will, of course, be the victor. Just tell me when you're ready to answer. Oh, that was fast, Frankie. Let's see the solution. That's right, watch and learn. 2, 3, 4. Okay. Die moet ik waarschijnlijk doen in minder turns. A moment while I check. Yes, indeed. Every row and column add up to 15. Bravo, and imagine the gentleman here will now humbly acknowledge his defeat. It's true that the conditions of the puzzle have been fulfilled, but... Yeah, they have. So what's your problem? Simply this. I believe there is a more elegant solution. Whatever do you mean, sir? All the rows and columns are complete. If you're trying to save face, I must say I'm disappointed. Luke, what does this puzzle remind you of? It looks like a magic square puzzle. Exactly, except that the way it's now, the solution is incomplete. Right you are, Professor. The rows and columns are fine, but the diagonals need to add up to 15 as well. Oi, Narc, don't listen to him. They ain't worth it. I just moved them chips exactly like you. Ha 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 ha, Frankie, you asinine comments are delightful, but please, there's no doubt about your victory. Yet I concede, if this gentleman can show me a perfect solution, then you're utterly disqualified. Well then, allow me to demonstrate. Wait, he has to do with less moves than me, or it don't count. Understood, I shall complete the magic puzzle by touching only 2 ships. I don't believe that's possible, but by all means, prove me wrong. Okay. Alles moet 15 worden. Dus die 6 moet hier sowieso weg, denk ik. Of niet? Dit is lastig. Hoe ga ik dit oplossen? Ik zie het niet. Ik vind het irritant, want ik zie het gewoon niet.
moet sowieso iets in de middelste rij komen. Ik kan hier geen hints voor gebruiken. Kijk, die zijn al 15 en die is ook al 15. Ik zou bijna denken dat je hier iets mee moet wisselen. Ik moest dit opzoeken, ik ben eerlijk met jullie, maar hier had ik nooit achter gekomen. Ook omdat je geen hints hebt. Maar het is gelukt. Nice, that was some skillful arbitration, sir. I'd hate to add a one-man casino riot to Mr. Lelore's growing list of worries. My pleasure. It was worth it just to see such flawlessly elegant solution laid out before me. My thanks to you as well, sir. I feel I owe you some sort of reward. The name's Drake, by the way. I'm the manager here. Professor Herschel Layton. And there's no need for a reward. I'm simply relieved that we could resolve the situation peacefully. Yeah. Dat is mooi. No matter, let's pick up the investigation where we left it off. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je heel graag weer bij de volgende aflevering van Professor Layton en The Miracle Mask. Adios, amigos.